Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je mosselnatuur maakt met lavazolie. Wat hebben we nodig? Mosselen, gepelde uien, witte wijn, water, bleekselder, lavas en lavasolie. We hebben hier onze mosseltjes. Wat er belangrijk is, de mossels die moeten mooi gesloten zijn. Dat wil zeggen dat ze mooi vers zijn. En we gaan de mosseltjes nu eerst mooi spoelen onder koudstromend water. We nemen een bol, doen de mosseltjes erin. Dan zetten we de mosseltjes mooi onder met water. Die gaan we mooi gaan spoelen, zodat ze zandvrij zijn. We gieten het water af en we gaan dan nog iets gaan herhalen. Dan nemen we onze mosselkoekpot. We nemen een klein mesje en dan gaan we de mosseltjes gaan controleren op de baarden. Dan moet ik mooi met ons mes mooi langs de mosselschelp gaan schrapen. Zo de mooie mossel gaan reinigen. Nu nemen we onze ui. Gepelde ui, die gaan we mooi gaan versnipperen. Snijden die mooi midden door, snijden die in drie en die snijden mooi fijn. De ui die voegen we toe aan onze mosseltjes. Dan nemen we onze bleekselder. Snijden het loof eraf. En onze bleekselder spoelen onder koudstromend water. En onze bleekselder die gaan we ook fijn gaan snijden. Onze bleekselder die voegen we ook toe aan onze mosselen. Nu nemen we wat verse lavas. Die gaan we ook mooi gaan afspoelen onder koudstromend water. En lavas is eigenlijk een variant van selder, maar dan eigenlijk de wilde selder. Dat vind ik super lekker, zeker met mosseltjes. Die gaan we grof gaan versnijden. Nu nemen we onze witte wijn. We doen de witte wijn wat water, kruiden de mosselen met peper. Heel klein beetje zout. Minimaal. Mosseltjes die zijn al redelijk ziltig op zich. Het product die uit de zee komt. Als je daar heel veel zout gaat aan toevoegen, is dat niet lekker. We plaatsen het deksel erop. We zetten het deksel met de pot op het vuur. We zetten hem op stand 9 en we gaan de mosselen gewoon gaan opkoken. Dit recept die kunt u ook maken in de microgolf met behulp van de mosselkoker. Dat gaat ietsje vlugger. Dus je hebt eigenlijk de keuze. Oftewel doe je het traditioneel met de mosselkookpot, oftewel kunt u het ook doen in de microgolf. De mosseltjes die koken nu juist op. Nu gaan we de mosseltjes mooi gaan opschudden. Plaatsen het deksel er terug op. En we laten het mosselvocht nog eens opkoken. Schudden de mosseltjes nog eens mooi op. Je ziet, de mosseltjes die komen heel mooi open. Nu gaan we ons vuur afzetten. Doen we wat lavasolie op. Dat is iets dat we ook al gemaakt hebben in een vorige aflevering van First Class. Dat kunt u terugvinden op onze website firstclass.tv. En we voegen onze verse sneden lavas eraan toe. Gaan we nog eens mooi opschudden. We laten de mosseltjes nog 5 minuutjes rusten onder het deksel. Voilà, de mosseltjes die zijn mooi open. Dan gaan we ze even proeven. Ze zijn mega lekker. Nog mooi krokant. Mooi sappen van binnen. Ze zijn niet taai. Ga je de mossels langer gaan koken, dan wordt de mossel heel taai, droog, is dat zeker niet lekker. Gaan we de mosseltjes nu gaan dresseren op een bord. Serveren er wat mosselsap bij. En we werken af met wat lavazolie. Mosselnatuur met de lavazolie. First Class. Zeker lekker. Kijken naar de volgende aflevering. Smakelijk. Tot de volgende keer.